bij Ruilende Roel. Vandaag gaan we ruilen. Yes! Wat moet ik zeggen? Wat is het van? En wat ben je daar voor lekkers aan het maken? Ik maak een schutsalade. Een van de belangrijke dingen bij een schutsalade is dat je een hard schudt. Gewoon een beetje schudden zo. Zorg dat er weinig op de grond valt. Weinig tot niets. En hier zijn we bezig met multitasking. Hier staat een ding op het vuur. En hier... Oh, jongens! Echte Italianen, het is een tip van mij. Cortare di cinto pa. Nooit je pasta snijden. Welkom bij aflevering 1 van Ruilen met Roel. En jullie vragen je vast af van, hey, waarom heeft hij een lepel achter zijn oor hangen? Nou jongens, dat is omdat ik vandaag deze lepel ga ruilen. De bedoeling dat ik ga ruilen, dus ik begin met een lepel en dan ruil ik die voor iets anders. En zo gaat het maar door. Elke keer krijg ik steeds meer en op een gegeven moment, dan rijd ik in een Ferrari. Okay. Hier gaan we redelijk niet heen. Ik vroeg me af of u een voorwerp had dat u met mij zou willen ruilen. Ja hoor. Een iets. Spannend. Ja, het is zover, er wordt geruild. Het is begonnen. Wat een spanning. Wat een sensatie. Ik heb voor jou een vlieger. Een vlieger? Die had ik al niet. Oh nee, onwijs bedankt. We hebben een vlieger. En niet zomaar. Een echte... Oh, dat mag ik niet zeggen. Het is een merknaam vlieger. Oh! En heeft u toevallig iets bij zich dat u zou willen ruilen voor deze vlieger? Iets wat meer waard is dan de vlieger. Iets wat meer waard is dan de vlieger. Nou jongens, we hebben net een vlieger geruild. Maar ik denk niet dat ik het kan weerstaan om niet eerst even uit te testen. Want ja, is het wel de moeite waard, de vlieger? En dat gaan we nu even uittesten. Waar is die andere stok? En dit, hoe werkt dit? Waar moet ik dit aan vastmaken? Oh, daar gaat hij al, jongens. Dit werkt wel goed, man. Nou, goed genoeg, vind ik. Nou, we gaan nu naar de winkels en dan gaan we onze vlinder, hoe heet zo'n ding? En dan heb ik het wel over iets moois, hè? Dus niet zomaar... Nee, volgens mij niet. Nee? Oh, wat jammer. Nou, bijvoorbeeld misschien je tas. Het is echt een hele mooie vlieger. Ik kan ook even demonstreren. Wil je het even proberen? Ja hoor. Probeer maar even. Gooi maar in de lucht. Zo! Wow. Nou, dit is echt ruilen voor een tas, zou ik zeggen. Nou, het is heel aanlokkelijk, maar sorry, nee. Nee? Oké, okay, nou, dan gaan we weer verder. Maar mogen we jullie wat vragen? Nou, wij zijn van Ruilen met Roel. Ja. En Nou, jij loopt niet weg, joh. We zijn begonnen met een lepel. En we zijn steeds aan het ruilen geweest. En we zijn begonnen met een lepel en we ruilen steeds verder naar iets van meer waarde. En nu hebben we een vlieger. Ja. Wij vroegen ons af of een van jullie iets heeft dat jullie willen ruilen met mijn vlieger. Wow. Ja, iets dat meer waarde heeft. Misschien, jullie hebben niet zoveel bij. Misschien een paar schoenen of een de rijkste man van Alphen. Ja, dat ben ik. We mogen iets vragen, meneer. Ja, wij vroegen ons af of u deze vlieger zou willen ruilen met mij. Voor iets dat meer waarde heeft dan een vlieger. Maar ja, wat is een vlieger waard? Ja, veel. Ja, hij is mooi. Het is een blauwe. Ja, hij is van Nivea. Hij is gesponsord. Dus, maar waar zou je hem graag voor willen ruilen? Nou, dat weet ik niet. Verzint u iets leuks? Een paar schoenen? Of ik weet niet wat u in uw tas heeft zitten? Iets, ja, brood nog. In ja, precies. Nou, een brood. Ik vind het allemaal goed. Nou, wat een spanning, jongens. U heeft een hele winkel hier. Winkel? Of, wat is het? Ja, geweldig. Ja, is vet. Nou, hier kun je tv mee maken, video mee maken. De volgende, je moet eerst de apenmasker opzetten voordat ze wat gaan rijden. Ja, is goed. Onwijs bedankt. Ja. Nee, Roel, jongen. Hartstikke goed. Hier heb je de vier. Geweldig. En de vlieger is voor jou. Heel veel vliegplezier. Niet één, niet twee, niet drie, maar vier apenmaskers.